Je ziet twee zoenende mannen of vrouwen in de openbare ruimte. Hoe reageren jullie daarop? Voor twee zoenende vrouwen zou ik... ik weet niet. Dat stoort mij niet echt, maar twee mannen, dat doet mij toch iets. Ja. En wat doet het je dan? Ik weet niet, ik ga ze niet raar gaan bekijken ofzo, maar dat is toch een beetje raar. Ja, het is prachtig om te zien. Ik weet, ja, reageer niet, denk ik. Ja, we moeten er tegen doen als zij elkaar leuk vinden, ja. Wat zou je zeggen als je zoon of dochter met iemand van hetzelfde geslacht thuis zou komen? Ja, dat zou me niet zo uitmaken. Geen probleem. Als ze maar gelukkig zijn, toch? Ik bedoel, ze moeten zelf weten wat ze doen. Wat vind je van seks tussen twee mannen? Ja, het moet gewoon kunnen. Nou, dat moeten ze helemaal zelf weten, maar ik hoef het niet te zien. Nee, daar heb ik niks mee, maar dan moeten ze inderdaad wel helemaal zelf weten. Als ze ermee gelukkig zijn, vind ik het prima. Wat ik ervan vind, liefde is liefde, dat moet je zelf weten. Zolang je mij van kinderen en dieren afblijft, moet alles kunnen. En als een van je vrienden een geslachtsverandering zou willen ondergaan, hoe zou je daarop reageren? Ik zou kijken waar ik steun kan bieden, want het is een heel, heel zwaar proces waar ze doorheen gaan. Dus ik zou ze daar zeker bij helpen, waar dat kan. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens, ja. Dus stel, zij zou het willen of andersom, dan blijven jullie voor altijd vriendinnen? Ja. Ja, absoluut, ja. Of vrienden, ligt eraan wat ze willen. Ja. Ja.